Het Bataliba-gebied in Brokopondo heeft eindelijk een eigen school voor kleuters en leerlingen tot en met de tweede klas. Door de opening van het schoolgebouw en woningen voor leerkrachten. En 3 weken geleden hoeven de kinderen uit de 3 dorpen Bafutu, Piking Pada en Banafukonde niet meer de lange en vermoeiende reis naar de school in Douattara af te leggen. Het verslag komt van Lambert Petrucci. Het initiatief voor de bouw van de school is in 2005 genomen door kapitein Armand Banafo. Het was ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk die toen instemde met het verzoek en besloot de school te bouwen. Op dit moment is de school gesloten omdat de leerkrachten niet kunnen functioneren, zegt Banafo. Maar hij is als kapitein enorm blij dat de school er eindelijk staat. Maar Sam, ik verstaan, dus want toen ik baskoor naar de moren, dat later ik hier dat Sam meestal zijn we zien in binnenland, aan het binnenland want dat de skoor opo, dat meestal dat is dat vaak is maar de geest ik ga naar de team, soms ik ga naar de juffrouw en ik kon hier dat de juffrouw schrijft, want het is niet moeilijk dat ik ga naar foto, maar dan hoe de basic dat baskoor er vast is, voor kan zoeken je pita als aan dat kon. Doe, maar ook bij te doen dat de massa op de team tak voor komende bemoes. En voor opo, wasipting, voor doemensen, voor apting, voor kande foyer, voor green bottle, goten naar de water, dus dat kind, dus dat, nou de moor, dus amasref sabi musgu edu entrasen, dus anaf opo tum si voor kumoro fukang, set apting dat fukang kona score. En in avafres moro tak akane of bottle besumu, dat men king kan dede nanga de sandati, de sandat sref nou de moro, dus je stak voor real life. En te was score die nu a dorputu. Dat is mijn negoliebaar door voor zo many. Dus de score die daar, kan je tegen een vrouw kon je daar, je moet kon afjagen een score naar die daar. Nu een vrouw dat abgo nee door voor de score die. En dus a life voor de tegen een score die niet door voor. Kapitein Banafo zegt verder het niet te snappen waarom scholen die niet onder water zijn ook worden gesloten door het ministerie. Als voorbeeld noemt hij de school in Douattara die nooit wateroverlast had. De dorpen boven het Brokopondo-Stuwmeer staan inmiddels al langer dan een maand droog. Ook deze dorpen hebben maandenlang last gehad van het overtollige water. Maar de overheid is nooit ingekomen met hulp, aldus de teleurgestelde kapitein. Deze maand kan komen bakken, kan liep gewoon bakken in de Oostenwadding. Dat water heb ik op z'n moment. Moer zijn deze maand maar, ik gebruik meer van de Oostenwadding. Maar nu mi aba hoop we mi aba brief taxi saka we er pia nu komor of fukan desma lip de osof de fu ai fu a termen sai komor. Mi ding tak lanti be kwere fa kong da sorry tak kap kondam no yere ma fu redecorer dat mi be yere. Le fa stas ole go drape NCCR desan dat no konja. Ja ole kota ko no dateri wija no dateri mi kata kenso. Kapitein Banafo zegt niet te wachten op de overheid om zaken in het gebied gedaan te krijgen. Zo is de weg die leidt naar de dorpen in het gebied door gezamenlijke inspanningen van diverse kapiteins en basha's weer toegankelijk gemaakt.